Het is momenteel de week van de toegankelijkheid. In Uden wordt hier ruimschoots de aandacht aan besteed. Het belangrijke doel is dat mensen dus met een beperking vrij in de samenleving kunnen meedoen. En dan bedoelen we niet alleen de fysieke drempels, fysiek toegankelijkheid, maar ook de acceptatie, de beeldvorming. Iemand met een beperking is net als ieder ander. We leven in de samenleving en hoeven dus ook niet bijzondere aandacht, tenzij het nodig is. Maar gewoon bij een mens, net als ieder ander mens. Ik vind het een heel belangrijk initiatief dat wij continu op gewezen worden wat er nodig is om mensen met beperkingen op een normale manier mee te laten doen aan de samenleving. In Uden werd er middels een bus op de markt aandacht gevraagd voor het thema. In deze bus stond van alles op het programma. Een aantal genodigden, onder andere ambtenaren, wethouders, horeca en Uden Centrum, hebben we mensen uitgenodigd. En een film laten zien die door Skyline gemaakt is over vier mensen die hier in Uden wonen, werken, leven, sporten. Om te laten zien dat het op een positieve manier mee kunnen doen zonder dat er eigenlijk bijzonder of negatief over gedaan wordt. We proberen de positieve kant te benaderen van meedoen met een beperking is gewoon mogelijk. Ook het centrum en de horeca werden erbij betrokken. We hebben net afgesproken dat we ons best zullen doen in de horeca en in het winkelcentrum om te kijken van kunnen we ondernemers daartoe bewegen om met hele kleine aanpassingen in hun winkel of in hun zaak de toegankelijkheid in en om de winkel te verbeteren. Dus eigenlijk de bewustwording waar je eigenlijk weer de aandacht voor vraagt. Waar ik heel erg content over ben, dat mensen in Uden toch wel heel veel toegankelijkheid ervaren. Dat ze heel vaak op een normale manier deel kunnen blijven nemen aan het dagelijks leven. We hebben verhalen gehoord van vier mensen met een verschillende beperking. En die geven aan, ja, ik kan op een hele gewone normale manier meedoen. Nou, dat stemt je natuurlijk als wethouder die verantwoordelijk is voor meedoen ontzettend positief. De uitwerking van de toegankelijkheid hier in Uden Centrum, daar is een rapport over gemaakt door recent scholieren van Udense College en maatschappelijke stage, hebben ze dus een ronde gemaakt door het centrum van Uden en daar een opmerking en vragenlijst ingevuld. En dat rapport dat is hier nu aangeboden en dan gaan we met de betreffende mensen die dat aangaat, gaan we dus verder in overleg hoe kunnen we het verder verbeteren. Het zijn die beperkingen die dadelijk het platform aan ons moet doorgeven, zodat we contact kunnen zoeken met die bewuste ondernemer of met die bewuste zaak om te kijken van waar lopen we nou tegenaan en wat kunnen we nou precies doen. We proberen ook op een preventieve manier, dus aan de voorkant met elkaar zaken uit te wisselen, dingen te voorkomen, problemen te voorkomen. En zoals ook net gezegd werd, we hebben met hun samen bijvoorbeeld een lijst met 10 punten vastgesteld waar mensen problemen in ervaren in Uden. En we proberen de lijst ook iedere keer bij te houden, te actualiseren. Zij draagt de punten aan en wij proberen in overleg met ze te kijken welke punten moeten het als eerste opgepakt worden.